Niet alleen in Amerika, maar ook in de rest van de wereld zat Ben klaar voor het debat der debatten. En wij dus ook, samen met Igor van Kamen en FVD-senator Johan Dessing. Zij geven een analyse van het eerste en misschien wel enige debat tussen presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris. Wie kwam er het beste uit de verf? Wie maakte de grootste fouten? En wat waren de opvallendste momenten? We gaan het allemaal bespreken, maar eerst een aantal highlights uit dit historische debat. Kamala Harris. Let's have a good debate. Nice to see you. Have fun. Thank you. If Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor that would be monitoring your pregnancies, your miscarriages. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. I know Zelensky very well, and I know Putin very well. I have a good relationship, and they respect your president, okay? They respect me. They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? He hasn't even made a phone call in 2 years to Putin, hasn't spoken to anybody. They don't even try and get it. That is a war that's dying to be settled. Aan onze desk hier, senator FVD Johan, namens de FVD Johan Dessing. Johan, jij hebt dit debat voor ons bekeken. Als je een krantenkop zou moeten schrijven, wat zou dan je eerste analyse zijn van het debat? Ja, Trump is er toch een beetje ingetuind, omdat hij eigenlijk in de emotie is gedoken. En dat is eigenlijk in de politiek nooit een hele verstandige. Het had, denk ik, hem veel beter gepast als hij... Want hij is natuurlijk uitgedaagd, hè, en hij is natuurlijk beschuldigd van alles. Maar ja, dan moet je toch de rust kunnen bewaren om dat uiteindelijk om te buigen, om het op de inhoud te hebben. En op de inhoud was genoeg te zeggen. En ook tegen Kamala Harris om in te gaan. En dat is toch wel een beetje een gemiste kans. Ik vond hem te emotioneel. Ik vond hem af en toe te veel stemverheffing. Hè. Af en toe dat hij ook in de verdediging ging. Hè, dus dan op dat moment verlies je eigenlijk de regie over je eigen verhaal wat je wil vertellen. Want je hebt een pitch, je hebt een boodschap, je hebt iets wat je neer wil zetten. En de andere probeert jou te ontregelen. En als je dan in de emotie terechtkomt en in de verdediging, ja, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter. Ja. Dat is jammer. Het was ook een fascinerend debat qua registratie. Hè. Dus dat toeshot steeds waarbij elkaar bij elkaar steeds konden aankijken of niet. Trump keek eigenlijk alleen maar voor zich uit. Heeft Kamala Harris nooit aangekeken, volgens mij? Heb ik het verkeerd gezien? Nee, volgens mij was dat zo inderdaad. Hij was behoorlijk gefocust inderdaad. Hè. Ja. Ook af en toe die frons inderdaad. En een soort van boosheid wat erin zat. Ja, van... We gaan dat straks allemaal helemaal uitdiepen, wat daar de gevolgen van zijn. Eerst even gewoon het debat zelf. Hoe belangrijk is dit debat voor de uitkomst van de verkiezingen, volgens jou? Ja, als je kijkt naar wat er uiteindelijk gezegd is op de inhoud, ik denk dat je daar als Amerikaan niet heel veel wijzer van wordt. Het is natuurlijk toch een beeldvorming inderdaad. En dat is natuurlijk altijd een beetje een politieke arena wat daar in die debatten plaatsvindt. En er staat enorm veel op het spel natuurlijk. Hè? Want de goodwill van de kiezers, ja, die moet je op die manier zien te winnen. Maar de kiezer die moet ook kunnen zien van oké, wat zijn nou eigenlijk de problemen? Waar gaat het nou eigenlijk om? En welke kandidaat zegt daar A het beste over, wat over? En B weet dat ook overtuigend aan mij over te dragen. Dus dat zijn wel twee elementen. Dus de boodschap en hoe je dat vertelt. Ja, nou ben jij een actief politicus, doet nog wel eens een debatje. Een soort ervaringsdeskundige. Hoe bereid jij je dan voor? En hoe denk je dat zij zich hebben voorbereid op dit debat? Ja, kennis is inhoud. Kennis is macht wat dat betreft. En je moet eigenlijk proberen te denken wat de lastigste vragen zijn en de lastigste interrupties die je op je af kunt krijgen. En wat dat betreft, je verhaal wat je neerzoekt moet gewoon rock solid zijn. En als je een interruptie wil hebben, dan kun je hem ook bewust uitlokken. Hè? Want dan kun je bijvoorbeeld iets prikkelends zeggen waarvan je weet dat andere partijen op gaan reageren. Maar dan hou je wel de regie in handen. Ja. Dus dat zijn dingen om te gebruiken. Ik vind het zelf altijd heel belangrijk om toch die overtuiging, hè, dus die handgebaren die ik nu doe, om toch een beetje te zorgen dat je ook met je stem... Oh, heb je over nagedacht? Ja, natuurlijk. En je kunt ook die stiltes, die kun je laten vallen. En dan kijk je recht in de camera en dan praat je dus rechtstreeks naar de kiezer. En dat is wat Kamala Harris onder andere wel deed. Maar je ziet het valt hier stil in de studio. Ja. Hele kleine trucjes die je daarbij kunt gebruiken. Ja, nee, ik hang aan je lippen. heb ik vernomen zelfs dat Harris een Trump impersonator heeft ingehuurd. Ja, dan moet je maar even googlen. Het is heel interessant. Die heeft dus geoefend met een Trump impersonator. Zag je daar iets van terug, geloof je dat? Nou, ik vond haar wel goed voorbereid, omdat ze...
Aan de ene kant wist ze natuurlijk dat dat zijn zwakke plek was. Hè? Dat hij natuurlijk op die emotie te pakken is. Dat hij dan zijn eigen draad van het verhaal kwijt is. Ja. En vervolgens daarop zegt, en dat vond ik eigenlijk het hele slimme... van ja, kijk, hij weet eigenlijk niks te zeggen. En hij weet dus niet de kiezers te overtuigen. Ja, vind je het gek, want ze heeft hem net op het verkeerde been gezet. Ja. En dat is jammer dat hij daar niet op inspeelde. En juist die kaart trok om op de inhoud weer door te pakken. Ja. Nou, tot zover even de beeldvorming... Terug naar het debat. Wat waren voor jou de opvallendste zaken die werden besproken? Wat ik net al zei. Hè, het migratieverhaal is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook het Oekraïne-verhaal inderdaad. Waarvan Trump natuurlijk heel duidelijk zei van... Ja, moet je luisteren. I will fix this in 24 hours. I know Putin, I know Zelensky. Let's do it. Denk je dat dat klopt? En ik geloof dat. Ik geloof dat. Hij is natuurlijk degene die ook naar Noord-Korea is geweest. En die met Kim Jong-un heeft gepraat. En zo'n vent is het gewoon. Het is gewoon een dealmaker. En er gebeuren natuurlijk krankzinnige dingen daar. En die oorlog is niet goed te praten. En er zijn zulke enorme belangen dat als je daar overheen stapt... En ik denk dat hij dat, als hij dat zou doen... dat hij natuurlijk een hele goede beeld neerzet... ook internationaal op het internationale podium. Mm-hmm. Dus ik geloof dat wel eigenlijk. Heeft nog iets, of hebben ze nog iets verrassends gezegd voor jou? Waar jouw wenkbrauwen van optrokken? Nou, wat dat betreft niet echt heel verrassend, nee. Omdat het niet te veel over de inhoud ging. Het was meer inderdaad het psychologische spel wat het meest fascinerende was. Waardoor eigenlijk de kiezer toch de verliezer was uiteindelijk qua informatie. Nou, het debat werd geleid door ABC News. En ze hadden verschillende thema's centraal staan. Waaronder abortus en migratie. Hierin viel op dat de debatleiders van ABC News verschillende keren live... een zogenoemde fact-check deden bij uitspraken van Trump. The vote is, they have abortion in the ninth month. They even have, and you can look at the governor of West Virginia, the previous governor of West Virginia, not the current governor, who's doing an excellent job, but the governor before, he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby. In other words, we'll execute the baby. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to President Trump. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country and look at what's happening to the towns in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from but television. But the people are on television saying manager. Their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Ja, Johan, een fact-check tijdens het debat door de debatleiders. Hoe uniek is dat? Hebben we dat eerder gezien? Nou ja, het is natuurlijk enorm uniek. Maar ja, we hebben het in Nederland ook gezien natuurlijk. Hè. We hebben bij FVD, hebben we voor de verkiezingen... hebben we natuurlijk het beruchte verhaal met onze Bram gehad. Waarbij we natuurlijk enorm geframed werden... om wat dat betreft in een heel slecht beeld neergezet te worden. En gelukkig heeft Thierry heeft daar heel mooi dat kunnen counteren. Maar dat is natuurlijk wel... Dat zijn opzetten die heel erg sterk worden gebracht. En het fact-checken is iets wat met name wordt gebruikt... om heel selectief inderdaad mensen weg te zetten op van... Nou ja, wat je doet is ongeloofwaardig. Hè? Daarmee haal je eigenlijk de geloofwaardigheid van de spreker... en van de argumenten onderuit. En het viel heel erg op dat Trump constant werd gefact-checkt... en Pamela Harris slechts één keer. Ja, maar het viel vooral op de snelheid dus waarmee het ging. Dat lijkt mij echt, dat heb ik echt nooit ergens gezien. Precies, en dat je dan net de city manager van een bepaalde stad... de city manager aan de lijn hing, die zei... Nee, maar er worden helemaal geen honden opgegeten tegen migranten. Ja, dat is heel knap dat ze die zo snel hebben weten te vinden... en dat hij dat statement zo kon doen. Dus. Waar deed ze het bij Harris dan? Ik kan het me niet meer voor de geest halen, gezegd. Maar het was geen of één keer, maar nee, dat kan ik me niet even terughalen. Nee. Oké, hoort dat bij de rol van een debatleider? Nee, absoluut niet. Nee, als debatleider ben je een, vind ik, een facilitator. Moet je zorgen dat het debat in goede banen is. Dat er geen beledigingen over en weer zijn. Als het ontspoort, hè, moet je zorgen dat het weer op de rit komt. Maar ik vind dat absoluut geen rol van een debatleider. Nee. Ja, maar goed, they're eating dogs and cats.
Dat roept natuurlijk ook wel een bepaalde reactie. Het is natuurlijk. Ik vind het niet handig dat Trump nou net dat voorbeeld inderdaad naar voren haalt en daaraan ook nog eens op doorgaat van ja, maar het is echt waar en zo. Maar hebben we dat echt gevecht? Is hoe ver? Wat weten we daar inmiddels van, David? Hebben we hier even naar gekeken? Dat het een meme is geworden. Mijn hele Twitter stond vol met pushes en Trump die er dan zo bij staat en zo beschermend om die push heen staat. Dus ja, er is wel wat gebeurd, maar wat? Dat weet ik niet. Nee, maar weten we daar nu inmiddels wat meer van? Er gebeuren dit soort dingen? Nee, maar het gaat erom dat het niet handig is om dit te gebruiken in het debat. Dus dat moet je ook als Trump had je dat toch even moeten laten liggen, denk ik. Ja, oké. Okay. In een valstrik waar hij in is gelopen, Nathan. Ja, nou goed, hij zegt wel vaker van die radicale dingen die dan in een andere vorm. Nou, er zijn wel verhalen over zwanen of. Ja, die dan in een andere vorm wel waar blijken. Ja, dus er zal vast een kern van waarheid bij zitten, maar in dit geval. Zal het uitwijzen. Nou, vond Sky News dat het een biased debate was, 3-1. Dat is een punt, de debatleiders tegen. Ja, dat vind ik wel. Tuurlijk, want dan de fact-checkers en de debatleiders hebben natuurlijk wat dat betreft echt een partij gekozen. Hè? En wat dat betreft, dat heeft natuurlijk meegespeeld in het feit dat Trump zich ook in de verdediging gedrukt gevoeld kan hebben. Hè, waarbij hij natuurlijk aan de ene kant ook had kunnen weten. En dat, ik weet trouwens niet of dat zo is. Hè? Of hij van tevoren wist dat er een dusdanige rol ook bij het fact-checker terecht zou komen. In dat geval had ik, als ik Trump was geweest, toch wat voorzichtiger geweest met mijn feiten. Met het hele fenomeen fact-checken rondom misschien wel gecompliceerdere zaken dan ze op het eerste ogenblik lijken. Ja. Binnen een uitzending, alle minuut, is dat kan toch eigenlijk? Nee, dat is onzorgvuldig. Hè? En dat is dus per definitie is dat sturend of is ontregelend voor de partij waartegen je dat wil doen. En dat instrument kun je als debatleider kun je inzetten op het moment wat je wil. Dus het is eigenlijk een van de deelnemers buitenspel op dat moment. Ja, absoluut. Je zou dat misschien als soort van evaluatie van een debat nog kunnen doen door een aantal punten terug te halen. Maar in het debat. Nee, ik vind het niet gepast. Maar goed, in Amerika, alles kan daar, hè, inderdaad. Ja. Want de belangen voor wie de president wordt zijn natuurlijk enorm. Dus dat is denk ik wel wat meespeelt. In the greatest show on earth, zoals het ook wel wordt genoemd. Live vanuit Zuid-Afrika in de uitzending hebben we communicatiedeskundige en NLP-trainer Igor van Kaam. Igor, van harte welkom. We zien jou hier ook natuurlijk wel eens aan de desk staan, nu vanuit Zuid-Afrika. Ja, voor jou moet dit natuurlijk een soort snoepwinkel zijn om dit debat te volgen, toch? Ja, ik ben er ook de hele dag mee bezig geweest. Het was, ik zal niet zeggen dat het altijd even makkelijk was of even leuk. Maar het is bijzonder om dit soort historische, zijn eigenlijk ook allemaal historische debatten. Zeker deze, want dit is de eerste in misschien ook wel de laatste, hoorden we al, van de debatten tussen Trump en Harris. Ik weet niet of Harris nog een keer het podium opklimt met hem. Maar dit is leuk, dit is snoepen. Ja. Dit heeft mijn volle aandacht. Ik ben er alleen niet voor opgebleven vannacht. Oké, dat geeft niet, als je maar wel hebt gekeken. Want jij hebt natuurlijk vanuit jouw rol als NLP-deskundige gekeken. Wat was jouw indruk van de twee candidates? Ja, eigenlijk van beide kanten slecht. Het is ook een beetje een populistisch debat. Hè? Je probeert, net als in de kroeg, aan de bar de wereldproblemen op te lossen met een paar vragen waar je net 30 seconden op kunt antwoorden. Ja, en dan is het heel lastig om daadwerkelijk iets zinnigs gezegd te krijgen. En ik vond wel dat Harris de antwoorden iets meer op dat feit afgestemd waren, waardoor ze iets meer in algemeenheden sprak. Daar los je de wereldproblemen uiteraard niet mee op. En Trump laat zich zien als een krachtige leider, als een stoïcijnse leider. Maar zijn oplossingen zijn soms vaak te simpel voor de complexiteit ervan. Dus mijn algemene indruk is in principe dat ik het een slecht debat vond. Wat vond je van de houding van de kandidaat? We hadden het er net al even over. Hè? Trump die voortdurend naar de hoek keek of naar de camera. En Harris die eigenlijk alles een beetje belachelijk maakte of weglachte. Wat ook heel nadrukkelijk steeds in dat shot te zien was. Ja. Wat doet dat met zo'n debat? Dat wat me opviel, hè. Harris had veel non-verbale mimiek. Alles het tegenovergestelde van Donald Trump, die geen non-verbale mimiek had. Ik denk dat de kwestie van voorkeur is wat je daarin prettig vindt. Maar soms lachten ze ook door hem heen, wat ronduit onbeschoft is. En Trump confronteerde haar ook even hou nou eens even je mond. En deze zin zul je wel herkennen, want dat heeft ze alles eerder gedaan in een televisieprogramma, volgens mij, in een televisiedebat.
Ja, non-verbaal was het heel interessant. Zeker omdat er twee hele grote contrasten waren. En wat ik al zei qua tone of voice en qua verhaal, zag ik Harris echt de vriendelijke, meelevende, moderne, bewegelijke, dynamische vrouw spelen. En Trump werd eigenlijk gaandeweg het debat steeds harder en harder en harder. En dat denk ik dat het ook weer een voorkeur is voor de kiezer. Van ja, kies je die meegaande, vriendelijke vrouw? Ze speelt dat overigens. Of ga je voor Trump, die volgens mij wel gewoon Trump was in dat interview. Oké, we horen hier een kleine kleur en, van Igor doorheen. Maar jij let natuurlijk vooral op het verbale. Wat vond je van het verbale deel van het debat? Oh, die vraag stel je aan mij. Sorry, jij de beeldverhouding veranderd. Dus ik wist even niet of je hem aan de groep stelt. Oh, oké. Nee, aan jou. We blijven even bij jou. Wat Harris deed aan woordgebruik, ze deed heel veel name-dropping. Ze noemde heel veel namen, hè? Goldman Sachs en allerlei grote politici. En dat is een techniek waarin je eigenlijk uitspraken van iemand anders kunt neerzetten als zijnde ondiscussbare waarheid. Want die mensen zijn er niet bij. Trump deed dat onder andere ook met Viktor Orbán. Maar Viktor Orbán ligt natuurlijk weer in de media niet zo lekker. Dus daarvan kan al snel gezegd worden, ja, dat is een meeluller. En dat kun je van Goldman Sachs niet zomaar zeggen. Dus dat name-dropping en dat quoten, dat gebruikte Harris, wat mij betreft wat succesvoller in het debat. Maar dan heb ik het wel over voor de mensen thuis die hun wereldbeeld uit de kranten en uit de nieuwsuitzendingen halen. Want Harris kon natuurlijk alle leugens die ze gedaan heeft in het debat, kon ze makkelijk doen, omdat ABC ze daar nooit krachtig op ging ondervragen en de mensen thuis niet beter weten. Dus dat was best wel een oneerlijke strijd ook tegen Trump. Het was niet eens 3-1, maar volgens mij ook alle kijkers nog eens thuis die in een compleet andere wereld leven. En inderdaad dan denken dat Trump alleen maar onzin uitkraamt. En dat wordt ook steeds benadrukt. Dus ja. Het quoten, dat deden ze beide. Maar Harris deed dat wat mij betreft iets succesvol. En zag jij nog een NLP-truc bij uitspraken als they're eating their cats and dogs? Een collega van de FVD zei net al van dat was misschien niet de meest slimme uitspraak. Ik heb hem wel gefactcheckt. David zei al zoiets. Er zijn zwanen uit de vijver van Springfield gehaald. En die zijn daar ter plekke de nek omgedraaid en mee naar huis genomen om op te eten. Dat is het verhaal van een van de inwoners van Springfield tijdens een gemeenteraadsbijeenkomst in de stad waarin de problemen aan de kaak gesteld worden. En het is schrikbarend om te horen wat die mensen vertellen over de situatie in de stad. Dat is vrij simpel op Facebook te vinden als je googelt op Springfield, Ohio. Voor de mensen die het graag ook willen factchecken, net als ik. Ja, zwanen zijn toch net zoveel waard als katten en honden, toch? Wat was dit nou voor debat? Ging het om de beeldvorming of om de persoonlijke aanvallen? Of de inhoud of de persoonlijke aanvallen? Sorry, ik moet anders stellen. Nou, ik denk sowieso voor beide deelnemers, voor beide kandidaten, om beeldvorming. Inhoudelijk vond ik dat er ook weinig gebeurde. En ik denk ook dat ze daar zelf ook niet zo op uit waren. Harris heeft volgens mij de inhoud nog helemaal niet op orde en de beleid. Harris werd ook wel een paar keer dan aan de tand gevoeld door de presentatoren van, ja, vorig jaar zei u dit en nu zegt u dat. Wat vindt u vandaag? Weet je? Maar ze kreeg dan wel weer ruim baan om te zeggen, nee, maar mijn values have always been the same. En mijn beleid is eigenlijk altijd gestoeld op die en die gedachten. Dus zij kreeg steeds wel een aanval die ze kon beantwoorden met een eigenlijk heel mooi pleidooi. Trump juist niet, hè, het tegenovergestelde. Maar inhoudelijk is er weinig gebeurd. Dus dit moet om beeldvorming gaan. En uiteindelijk, als dit het niveau is van de twee belangrijkste mensen in de wereld, van met elkaar omgaan, dan denk ik dat ze voor de wereld een heel slecht voorbeeld. Ja, tot slot aan jou. Wat doet de setting van dat debat, hè? Die minuten die ze hadden, die 2 minuten spreektijd per keer, in wiens voordeel is dat geweest, volgens jou, denk je? Dat is een lastige vraag. Als je vraagt wie heeft het debat gewonnen, dan zeg ik, nou, er zijn in principe 2 winnaars, 2 verliezers. Harris heeft het debat gewonnen
vanwege de vriendelijkheid die ze uitstraalde en de ruimte die ze kregen om te beargumenteren. Dat leek ook allemaal wel keurig binnen die 2 minuten te passen. Maar vooral voor de kijkers die niks weten over hoe de wereld functioneert. Als het gaat om de waarheid en om waar stond nou de krachtigste leider. Met wat mij betreft wel de sterkste argumenten. Ook als je kijkt op politiek, inhoudelijk en beleidsmatig. Was dat Trump. Wat ik al zeg, in het begin 2 minuten is veel te kort om de problemen in de wereld op te lossen. Dankjewel vanuit Zuid-Afrika. Igor van Kaam. Veel plezier vanavond nog. Succes. Dankjewel. Na bijna 2 uur debatteren mochten Harris en Trump afsluiten met hun slotwoord. Trump won de tos en had het laatste woord. I believe in what we can do together. That is about sustaining America's standing in the world and ensuring that we have the respect that we so rightly deserve, including respecting our military and ensuring we have the most lethal fighting force in the world. I will be a president that will protect our fundamental rights and freedoms, including the right of a woman to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. She just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. They've had 3.5 years to fix the border. They've had 3.5 years to create jobs and all the things we talked about. Why hasn't she done it? She should leave right now, go down to that beautiful White House, go to the Capitol, get everyone together and do the things you want to do, but you haven't done it and you won't do it. Ja, interessant om Harris even te praten over autonomie over het lichaam, David. Ja, toch? Volgens mij was het inderdaad de Democratische Partij die heel graag had dat er wel iets in iemands lichaam ging, ja. Of het nou vrijwillig was of niet. Ja. Even terug naar jou, Johan. Trump, het laatste woord. Hoe bepalend is dat in zo'n debat, denk jij? Het laatste woord in een debat is toch altijd wat blijft hangen als laatste. Dus ik vind dat wel een hele sterke, inderdaad. Want daar slaat je gewoon mee af en dat blijft hangen. Dus dat is toch wel direct en indirect wel bepalend. We hoorden net Igor Harris als winnares uit te spreken. Hoe zie jij dat? Ja, ik vond ze allebei inderdaad niet sterk. Ik denk dat eigenlijk de kiezer de verliezer is. Ik denk niet dat er echt winnaar aan te wijzen is. Ik denk dat dit niet heel veel duidelijkheid heeft gebracht. En inderdaad, als dit het niveau is en als deze mensen de wereld moeten redden... ja, ik hou me hard vast, eerlijk gezegd. Dus ik wil niet spreken van een winnaar, nee. Ik denk dat er iets anders veel belangrijkers is gebeurd. Dat is dat Taylor Swift de steun heeft uitgesproken voor Harris. Ik denk dat als je kiezers achter je wil scharen, dat dit soort momenten... als die van Taylor Swift daadwerkelijk nog het verschil gaan maken. Niet Harris die een keertje goed voor de dag komt tegenover een Trump die een mindere dag heeft. Anderhalf uur gekibbel. Nee, absoluut. Ik denk niet dat een gamechanger is geweest. Absoluut niet. Nou wordt er natuurlijk altijd een peiling gedaan. Het is toch wel even iets waar we langs moeten. CNN heeft dat gedaan. Het volledig ongekleurde CNN. Goh. Die gaf aan 63% als Harris. Harris als winnares uit te roepen tegenover 37% van Trump. Maar zelfs Fox... heeft een soort van panel samengesteld tijdens het debat, riep Harris als winnares uit. Ja, die peiling van CNN, sorry, maar wij van WC Eind vinden... Maar Fox zegt het ook. Kan daar niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Ja. Maar. Nou ja, we gaan zien wat de impact is geweest van dit debat. Tot zover de analyse. Of zijn er nog zijn jou nog dingen opgevallen, Mike? Waar je denkt van, dat moeten we nog even terugkijken. Ik moet eerlijk zeggen dat de problemen in Amerika waren natuurlijk wel super groot. Ook aan de grens. Ja. En dat daar dus niks gebeurd is. Dat het één grote puinhoop is geworden. Ja, ik vond dat Trump wel een punt had aan het einde. Om het gewoon te zeggen, jongens, wat hebben jullie nou eigenlijk gedaan? Je hebt de tijd gehad. Ja. Ja. Okay. Dankjewel jullie allemaal. En in het bijzonder natuurlijk Johan Dessing, senator FVD. Dankjewel.